Orgun, wat werd er net gezegd in de kleedkamer? Ja, dat we gewoon hebben gestreden en jammer genoeg geen 3 punten. En veel kansen gecreëerd, maar niet weten af te maken. Voelt het dan als een nederlaag? Nou, niet als een nederlaag, maar ja. Je baalt wel natuurlijk, omdat er meer in heb gezeten, denk ik. En de goede dingen probeer je mee te nemen. En mindere dingen wil je verbeteren. Dat is heel mooi. Want de eerste helft ging het goed. Je komt op voorsprong. Dan krijg je zo het gevoel van misschien kan het zo'n avondje worden zoals thuis tegen Porto. En het publiek gaat erachter staan. Had je dat gevoel ook op het veld? Ja, jawel. Want je voelde wel meteen dat het ging spelen in het stadion. En gaf wel vertrouwen natuurlijk. En met 1-0 rust in, dat is wel goed, denk ik. Maar na rust beginnen we slordig en zijn we niet scherp. En na 2-2 pakken we het weer op. Dus, Hoe kan dat dan dat je zo'n fase hebt waarin het helemaal niet loopt en dat je dan ook meteen 2 goals tegen krijgt? Ja, ik denk scherp en gefocust zijn heel de wedstrijd. Dat je gewoon elke duel wil winnen, elke voorzet eruit wil halen en blokken. En dat is iets waar we dan aan moeten werken. Ja, is dat dan concentratie? Want ik neem aan dat als je ene voorstel in de rust, dat je juist niet denkt van die rollen wel even op naar rust. Maar hoe komt dat dan? Dat je net niet de focus hebt die je wel voor rust hebt? Ja, het is moeilijk te verklaren, denk ik. Maar het is wel een feit dat snel mogelijk eruit moet. En dat we gewoon heel de wedstrijd vol gas gaan, is de eerste helft. Ja, dus echt inderdaad die 2-2 die valt dan en dan krijgen jullie weer meer het gevoel dat er ook nog een overwinning in zit. Uiteindelijk blijft het echt een slotoffensief dan uit. Dat is wel frustrerend. Hoe komt dat jullie in de laatste fase dan niet nog echt kunnen doordrukken? Ja, ik denk wel dat de tegenstander vooral zijn tijd heeft genomen. En die legt het spel eigenlijk dood. En het is een stukje professionaliteit van hun kant. Dus daar kan je niks aan doen. Maar jammer genoeg hebben we daarna geen kans meer weten te creëren. En we zijn het goed uitgespeeld. Hoe frustrerend is het dan dat je het niet meer echt aan te pas komt, dat ze inderdaad het spel vertragen en net wat langer doen over al die momentjes? Ja, het voelt als je hebt niet in eigen hand, zeg maar. Dus dat voelt wel frustrerend. Dus helaas, maar we gaan vol moed door. Ja. Hoe belangrijk is het dan dat jullie bijvoorbeeld Nicolai Jurgensen missen, waardoor je niet echt zo'n aanspeelpunt hebt in de laatste fase? Want Luciano Narsing is natuurlijk niet echt de man die je door de lucht moet aanspelen. Ja, tuurlijk. Nico is belangrijk voor ons en dat weet iedereen. En we hebben ook, als hij er niet is, hebben we ook gewoon andere opties daarvoor in de plaats, zoals Luis. En die heeft meer van diepte en van de snelheid. Dus ik denk niet dat je het op één iemand kan afrekenen.